Op drukke dagen, ja, dan komen er hier honderden binnen. We gaan even aan de kant. Er komt iemand binnen. We continue until the Mijn naam is Gierig Versloot. Ik werk hier als een fysiotherapeut voor het Rode Kruis in Mosul General Hospital. Je ziet mensen zwaar gewond binnenkomen en je ziet ze ook weer relatief goed zie ze weggaan. Ja, dat vind ik geweldig. Hello again. Dit jongetje is net binnengebracht. Heeft een explosie 6 maanden geleden. Bij een explosie gewond geraakt. Hij is daarbij zijn arm verloren. En heeft een breuk en nog steeds een wond aan zijn been. De arm wat is left. Nu komen er vooral oude trauma's binnen. Mensen die een paar weken geleden gewond zijn geraakt, tot een paar maanden geleden. Die nu komen we eindelijk bevrijd. Ze kunnen naar een goed ziekenhuis komen. Dus komen ze hier naartoe om behandeld te worden. Toen IS hier werkte, hebben ze dit overgenomen en ook als ziekenhuis gebruikt. En tijdens de bevrijding is dit zwaar beschadigd, in de fik gevlogen. Dus heeft een aantal dagen gebrand. Het mooiste is dat je, vooral in dit soort landen waar je dan zit, er is niks, er is bijna geen gezondheidszorg. Fysiotherapie kennen ze helemaal niet. Dus met een heel klein beetje inzet, een heel klein beetje hulp, kan je zo verschrikkelijk veel dingen bereiken. Als fysiotherapeut heb je wat meer tijd om met ze te praten en om echt de verhalen eruit te krijgen. Want natuurlijk op de eerste hulp hebben ze daar geen tijd voor. Dus ze zijn blij dat ze hun verhaal kwijt kunnen. Ja, dan bouw je vanzelf een redelijk sterke band op.